Jongens, ik heb een I Am Groot shirt aan. Hoe goed past dat bij deze mooie omgeving van groenheid? Hoi! Wie weet ga je dit schooljaar wel beginnen weer met een nieuwe studie. Wie weet ga je voor het eerst beginnen aan een studie. Als je op de HVA gaat studeren, is mijn HVA echt praktisch noodzakelijk. Ik ga jullie vandaag namelijk door mijn HVA even rondleiden. Ik ga jullie even laten zien wat de website is, wat je er allemaal kan. En dit gaat vooral een hele nuttige video worden voor alle studenten die mijn HVA gaan gebruiken. Want mijn HVA is een site waarbij je lesmateriaal kan vinden, mededelingen van je docent en allerlei informatie die je eigenlijk nodig hebt voor je studie. Zonder te veel te vertellen ga ik gewoon nu laten zien en er komen er samen uit en dan hoop ik dat jullie er wat aan hebben. Ik zit hier met mijn laptopje. Laten we eens even gaan zoeken naar mijnhva.nl. Als eerste moet je inloggen. Nou ben ik al ingelogd. En dan komen we op deze beginpagina eigenlijk. En wat je als eerste ziet is dus de mededelingen die er zijn en het rooster. En de mededelingen gaan eigenlijk over jouw opleiding, over de studiedelen die je volgt. Daar kom ik zo op terug. En het rooster is natuurlijk gewoon je rooster. Nou ja, nu is het dus nog vakantie. Als we even doorscrollen, zien we dat ik les heb. En dan staat er dus waar en welke vakken. Verder staat hieronder een agenda met belangrijke evenementen. Daarnaast zie je hier ook nog je studieresultaten staan, dus je cijfers. En die staan in SIS geregistreerd. Dat is een programma, of eigenlijk een site waar alle cijfers staan van jou. En hier zie je dus een klein, zeg maar, onderdeel van de vakken die jij als laatste hebt gehaald. Wat een eentonige cijfers heb ik gehaald. Dan heb je hier nog wat nieuws. En hier staan nog afwezigen. En dat is als er docenten afwezig zijn, staan daar. En nu ga ik even de functionele kant van mijn HVA laten zien. Want het handigste is namelijk dat je hier kan zien wat voor huiswerk je hebt. Wat je moet inleveren, wanneer en hoe en wat. En je krijgt gewoon een overzicht van je vakken. Dus dan ga je naar dit icoontje. Laden, laden. Als je dan hier komt, dan kan je klikken welk jaar en welke faculteit. Maar je kan ook gewoon op alfabetische volgorde zoeken naar jouw opleiding. Nou, Communication en Multimedia Design. Klikken we die aan. En dan zie je dus dat CMD geen gebruik maakt van mijn HVA. CMD is zo'n uitzondering, die doet dat niet. Die hebben hun eigen websiteje. Want hey, als je een opleiding hebt waarbij je websites onder andere bouwt, dan kan je beter maar gewoon zelf een website maken. Dus ik ga even een ander voorbeeld nemen. Ik ga gewoon even doen alsof ik studeer aan de ALO. Nou, dan kom je dus op deze pagina. En dan, dit is eigenlijk bij iedere opleiding hetzelfde. Dan zie je eigenlijk de leerjaren staan. En dan per blok staan de vakken die je kan volgen. Dan kan je dus een specifiek vak volgen, maar je kan ook gewoon het hele blok volgen. En dan zie je dus dat ik dit hele blok volg nu. Hier krijg je dan vervolgens bij dit sterretje krijg je de vakken te zien die jij op dat moment volgt. Dus dat is heel makkelijk. Kan je altijd makkelijk naartoe navigeren met behulp van het sterretje. En als je bijvoorbeeld klaar bent met dat blok, maar je hebt een bepaald vak niet gehaald, dan kan je dus het hele blok weer makkelijk gewoon ontvolgen. En dan kan je bepaalde blokken wel blijven volgen. Bepaalde vakken bedoel ik. Dus bijvoorbeeld stel je hebt EHBSO, geen idee wat voor vak het is, niet gehaald, dan doe je gewoon dit. En dan blijft die toch erbij staan en kan je vervolgens heel blok 2 gaan volgen. En dan heb je niet een overdosis aan vakken bij dat sterretje staan, want dan word je ook op een gegeven moment helemaal gek. Oké, ik heb nu even een vak gepakt van mijn vorige opleiding ergotherapie. En dan zie je dus dat er allemaal documenten staan met eigenlijk allemaal informatie over dat bepaalde vak. En dan heb je bij deze puntjes hier aan de linkerkant, heb je nog eigenlijk al andere handige dingen. Als je dan klikt op meer applicaties, dan krijg je eigenlijk alles wat je nodig hebt. Dus bijvoorbeeld de webcolleges, als je die terug wil kijken, kan dat daar. Als je meer informatie wilt over minoren, kan dat daar. Als je een portfolio wat doen, kan dat daar. En Teamsite is ook handig om mee te werken. Dat is eigenlijk een soort van Google Drive, maar dan heeft HVA dit een soort van gemaakt. En zo heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt voor je studie op mijnhva.nl. Oh mijn god. Ik hoop dat jullie daar wat aan hebben gehad, dat jullie mijn HVA nu een beetje beter kunnen gebruiken en dat het wat makkelijker gaat worden voor jullie dit studiejaar. En dan heb ik verder niks meer te vertellen. Naast het feit dat ik dus heel veel groen ineens in mijn kamer heb. Zelfs mijn thee is groen, dat is ongelooflijk. Als je nou wil weten wat je allemaal verder nog nodig hebt voor je allereerste schooldag, dan kan je op deze video klikken. En daar kan je abonneren. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien met een gloednieuw videootje. We gaan weer, je zit weer, de camera zit iedere keer te ver weg. Is het? Nee, ik ben nog niet klaar. Nou, je verpest mijn outro. Doei!